Reffen, hé! Hey! Even reffen! Echt een kaarspotten, jongen. Naar de Zembeer. Heel even wennen aan de klok. Mijn kinderen in elk geval wel. Eerst zijn ze wakker voordat ik wakker ben en nu slapen ze te lang door. De klok, dat is echt de grootste onzin die er is. Op de dag dat de klok vooruit gaat of achteruit, zijn dus de meeste hartaanvallen. Wist je dat? Nee, echt? Ja. Wie is dat verzonnen dan eigenlijk? Dat is een oud iets, maar nu hebben we data dat dus aangeeft dat het dus helemaal niet goed is voor je. Iedereen raakt er van helemaal van in de war een paar weken. Ja, dat is echt zo. Ja, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld kinderen die nog geen besef hebben van de tijd zoals wij het hebben, dan zie je dus al dat dat dus gewoon niet een goed plan is, verandering. Mensen die houden dus van stabiliteit, ritme. Ja, gelukkig zijn wij toch wel in de war. Alsof een dier ook eventjes gaat doen alsof de klok een uur vooruit gaat, weet je wel. Ik zet soms... een wekker in een uurtje, zegt hij dan. Ja, soms denk ik echt... In het bos zegt hij dan, ik zet een wekker in een uur eerder. Soms denk ik echt dat een paar mensen te dicht bij de wieken hebben gestaan, vroeger. Die het voor het zeggen hadden, dat ze gewoon iets te dicht bij de wieken. Zonde. Je bent echt een klap van de molen gehad. Ik zit hier klaar hoor, al met mijn scoopie, met mijn gouden scoopie, met mijn initialen erin. Hè? Hey. Deze gaat ook gewoon 1 april gebruikt worden hoor, op ons Gold Drive feest. Dan mag iedereen een hapje. Iedereen mag een klein scoopie komen. Ben je aan het filmen, joh? Ja, tuurlijk. Het is mijn camera. Ik kan gekomen. Kaartbokken hoor. Ik heb je net gespot. Nu zit ik erin ook. Moet je kijken, even mijn auto. Die watermeloen. Fucking hell, hé. Hoe kan dat nou weer? Kan je gewoon echt gelukkig maken de dag? Dat is mijn ontgroening ook geweest. De watermeloen. Ja, omdat we die nog echt op de band deden. Ja, dat ging een burn-out. Wat de tijden! Dat is goed, hè? We hebben nog één. Ja, jij hebt zelfs je watermeloen pet op. Nee. Als je die pet op hebt, is die dan nog lekkerder. Ja. Ja, maar ook omdat je niet hebt afgesproken. Oh ja. Het is gewoon echt toeval. Oh shit, mijn shakebeker is er niet. Durf ik het te draai scoopen nu of niet, jongens? Kan dat, denk je? Ja, dat kan. Maar ik weet niet of het kan, hoor. Oh, oh nee, ik ga het echt doen. Kijk uit je rug. Snel water drinken. Snel water drinken. Wacht even, hoor. Oké, jongens, we gaan even beginnen. De telefoon verhaald voor een camera. Ja, maar dat is goed, daar wordt hij beter van. Klopt, hij doet ook een cursus, gaat hij ook doen. Dat is goed. Dat is goed. Sinds die ene video is het goed. Hé hey, Peet, wil jij nog wat zeggen eigenlijk? Dat niet zo'n fijne dag met dat gekrap. Ramen helemaal dicht. Word je gek van man. Die ramen. Krabben? Ja. Nee, weer krabben. Ah, en niet zo'n klein beetje ook hoor. Heb jij niet zo'n scootmobiel? Zie jij me gaan op zo'n step? Nou, dan kan jij step, let maar op. Handen even een stuurtje vastpakken. Ja, oh. Ja, zo. Niet zo, maar zo. Ja.
Op die. 1 april gaan we tering hard door het geluid. Mijn team goud. Er werd ook in de comments gevraagd of er wel vrouwen komen. Maar al onze vrouwelijke modellen komen ook. Oh ja? Ja. Oh ja? Ja. Dus we zien jullie daar. We hebben ook weer zo'n oorbelletjes in, hè Sam? Nog steeds, nooit meer uitgelaten. Dit moet dus niet, hoorde ik. Nee, dan kan je niet om een foto vragen hier. Ja. Niet tijdens onze training. Dus hij kan hem hier, ik kan hem hiermee uit screenshotten. Kun je ons filmpje kijken? Heeft hij een mooie foto? Moet ik maar die andere even gaan bestellen? Dat is wel. Ja. En je hebt geluk, daarom ging ik even met jou soort van op de foto, want ze zijn uitverkocht. Ja, kijk, dat is de smoes voor vandaag dan. Mijn benen die zijn al vernietigd. Deze voor jou. Dank je. Er zit zelfs een code in. Kortingscode. Zo. Maar dan wil ik die hebben. Die neem ik mee dan. Voor de verzameling. Voor de verzameling. Nou, we zijn er al doorheen gereden. Ik vind dat een gouden ruil. Verzameling. Kijk eens. Hey, nu ben je een echte groeimaat. Probeer maar eens achter je over 10 kilo. Met een schuimbank. Het ziet er allemaal makkelijker uit dan dat het echt is. Het is echt zwaar. Dit deed ik dus 10 jaar geleden met 25 kilo. Achter mijn hoofd. Wat die schijf 25? Toen heb ik wel grotere blokken, moet ik eerlijk zeggen. Zo die hebben nu de schijf 25 pak. Ja, goed zo, kom op. Ja, die had ik. Die. Precies deze. Heb je daar beelden van? Ja, daar hebben we beelden van. Ja? Vlogjes, ja. Staat dan bij mij op mijn YouTube kanaal gewoon. Ja, hele... Sixpack exercise of zo, weet ik wel. Achter je hoofd. Kijk uit mijn tanden. Kom achter je hoofd. Ja, dood. Ja, goed zo, goed zo. Ja, dit is het. Heel goed, Don. Dit is het. Kom op. Ja, dit is goed, dit is goed. Zo. Maar, hè? Je hebt wel één, hè? Nog één, kom maar. Kom maar. Twee kaart. Nee, gaat om de rug. Voel ik. Geef even die zijkanten. Waar, hè? Ja, en als het door gaat duren, dan schiet weer een weg. Voordat ik aan het filmen was, met Maurice nog trainen bij die andere gym, toen deed ik het heel vaak. Ook met zo'n constructie. Ja.
Een meter. Oh, nee, dat gaat echt niet hoor. Eén keer, kom op. Maar ja, zwaar, raakt al. Ja, ja, pas. Niet voor kleine spielers. Ik denk als ik die eerste set had gedaan, dat ik 2 reps of 3 reps kan halen. Ja, dat weet ik niet, want het moet ook wel goed warm zijn. Ja, klopt. Dus. Maar 6 weken, dan kan je het ook. Applausje voor Donnie. Ja. Ja, ik was zo'n 2 reps. Heel goed Donnie. Wat een core, hè? Wat een core stability. Hoppa. Perfect. Donnie gaat voor zijn PR. Dit is echt zwaar. Ik stop me wel hoor, want ik ga echt door mijn rug halen. Ik heb weer 1 rep. Hey. Probeer het maar eens een keer. Ja, dit is echt. Probeer het maar eens een keer. Dit is echt heel zwaar. Ik kan ook eigenlijk niet geloven dat ik dat deed. Net als met die bench. Als je in 1 keer die max hebt gedaan, dan gaan die sets veel makkelijker. Moet je kijken, 30 reps. Nou. Laat maar zitten. Kom op, dan. Volgens YouTubers. Hoi hoi. Tot zaterdag. Ja, ons Gold Drive feestje. Link in de beschrijving. We zien jullie daar. Heel team goud is er, ook de meiden. We gaan voor goud. Dat is een Jekko. Ik heb er zin in. We mogen weer.